So 1, 2, 3 now, baby. Dit is professor John Bailey. Het is nu donderdag 8:00 precies. Ik ben verbijsterd. Elke vulkanoloog beschouwt dit als een slapende vulkaan. Maar als dat waar is, waarom is... Huh? Wat was dat? Wat was dat? Ah! Lava. Dat was nou een mooi einde van onze wildste opdracht ooit. Inderdaad, hierna is naar school gaan een verademing. Ah, ja, en morgen is het grote dansfeest. Eventjes ontladen. Niet te vroeg, juichen, dames. Vanmiddag is die wedstrijd. Jullie drie zitten in ons team. En ik gelukkig niet. Oh, de wedstrijd, vergeten. Ik hoop dat ik morgen weer kan lopen en dat het dansfeest ons deze blamage helpt vergeten. Oh, hou op over dansen. Ik heb blauwe, opgezwollen voeten. Laten we relaxen. Ja, relaxen. Wat fijn dat jullie er zijn, dames. Hadden we een keuze dan? Jerry, je maakt een geintje. We zijn net terug van een nogal intensieve missie. We zijn moe, stuk, op. Relax. Ja, graag, maar jij gaat ons vast een nieuwe opdracht geven. Een relaxte opdracht? Whoop heeft niks aan jullie als jullie gestrest zijn. Dus stuur ik jullie op vakantie. Hier. Laat me raden. Dit is een kogelvrije jurk om uit een gevangenis te ontsnappen? Nee, een handdoek om je af te drogen na het zwemmen. Aha, en dit is vast een turboboard. En dit een buskruidgel om iets mee op te blazen? Nee, een strandparasol en zonnecrème tegen het verbranden. En dat daar is een clipje voor op je neus tijdens het zwemmen. Oh, en dit is de trucendoos voor het geval dat. Je weet maar nooit. Dus als ik het goed begrijp, stuur je ons weg voor de loop? Wat dachten jullie van Hawaii? Dat kan dus niet waar zijn. Ik heb één vraagje. Wanneer vertrekken we? Over een minuut. Ga maar naar binnen. Wat een priegel, Livy, zeg. Komen we zo bij het vliegtuig? Oh, geen vliegtuig, hoor. Een raket is toch veel sneller? Goeie reis, dames. Huh? Ah! Jerry! Ik wil niet met een raket! Ik ben claustrofobisch! Ah! Hi, ik ben
Julie, de Woep-reisleidster. Jullie zijn van Sam, Clover en Alex. Jullie vakantie is geregeld. Julie, kun je ook een beetje gewoon doen? Het is niet te geloven. We zijn dus echt op Hawaii. Dit is gewoon de ultieme vakantietrip. Op het strand wordt er gehula-dans. Als jij nou probeert om een beetje normaal te doen, doe ik mee. Persoonlijk dans ik liever de Tawalunga. Maar jullie kunnen natuurlijk ook gaan liggen bakken op het strand. Kijk, dat klinkt een stuk beter. Ik wil actie. Morgenavond gaan we lekker naar de beste band van Beverly Hills. Ultra Loud Zone. Oeps. Hij gleed zomaar uit mijn handen. Ik heet Alex. Hoe heet jij? Corrie. Ik bestudeer vulkanen. Ik werk voor een professor. Dat is echt heel erg cool, want Hawaii is de ultieme vakantietrip. Echt waar? Dat vind ik ook. Te gek, joh. Ja, ik hou van het eten, de mensen, de muziek. Al ben ik niet zo'n hula-danser. Nee? Mijn favoriete dans is eigenlijk heel onbekend. Dat is de Tawalunga. De mijne ook. Dit kan toch echt geen toeval meer zijn? Wat is jouw favoriete band? Oh, wauw, weet ik veel. Ik ken duizenden bandjes. Maar wat ik heel goed vind is Ultra Loud Zone. Heb je iets te doen vanmiddag? Nee. Gisteren zou professor Peli mij zijn kamp op een slapende vulkaan laten zien. Tja, maar hij kwam niet. Hey, zullen we een golfje pakken? Hé, hey, ja. Hé, hey, surfen is mijn lust en mijn leven. Wauw. Goed, ik ga eventjes zeggen waar ik ben. Clover, heb je even? Je moet me leren surfen. Huh? Harry, hoe groot worden deze golven? Oh, die soms wel 4. Meter? Verdiepingen. 4 verdiepingen? En daar gaan we! Ah! Wow! Kom op, Alex! Corey, ik moet je iets bekennen. Ik heb tot nu toe alleen nog maar gesurfd in het zwembad. Oké, hou vol, Alex. Corrie! Sam! Clover, help! Clover, help even! Haal me eruit! We komen eraan! Kom op! Ah! 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 Niemand gewond? Alleen wat gespleten haarpunten. En Corrie is weg. Hij stond hier en verdween plotseling door een ontploffing. Het leek wel een vulkaanuitbarsting. Dit ziet er niet uit als zand. Dat is lavaglas, vulkanisch glas. Is er ook nog iets wat je niet weet? Corrie zei dat hij een afspraak had met zijn professor om een vulkaan te bestuderen. Maar hij is nooit komen opdagen. Dus jij denkt dat er een link is tussen die vermiste professor en de verdwijning van Corrie? Ik heb hier slecht gevoel over. Ik ga Jerry bellen. Jerry, met Sam. Hallo? Hallo? Hallo, Sam, ben jij dat? Ik versta je niet. Sorry. Laat maar, je compounder is nat. Probeer deze. Misschien zit er hier iets in dat we kunnen gebruiken. Computer Spy Manual. Typ eens vulkaan en kijk eens wat er komt. Woep heeft een vulkaanlaboratorium in IJsland. Misschien hebben zij wat antwoorden. IJsland? Het is daar wel heel koud. En? Corrie heeft hulp nodig. Ze heeft gelijk, Clover. Het is onze plicht dit uit te zoeken. Hi. Julie, we moeten snel naar IJsland. Oh, geen probleem. Ik regel het. Ik zweer je, als hij niet een beetje gewoon doet. Niet veren.
krabbelen. Auw, haal je teen uit mijn oog. Wat is dit koud? Jullie zijn ook veel te koud gekleed voor IJsland. Mogen we dat even uitleggen bij lekker kopjes warme chocola? Dokter Sorensen, zijn er berichten over vulkaanuitbarstingen op Hawaii? Ja, gisteren eentje en ook een vanmorgen. Beide van een slapende vulkaan, dus wij denken aan een vals alarm. Anders hadden we het toch vast wel gehoord van de vulkanoloog daar, professor Paley. Professor Paley? Hij wordt sinds gisteren vermist en zijn student, de knappe Cory, verdween vanmorgen ineens. Huh? Wat is dat? Er zit blijkbaar toch een fout in het systeem. Weet u zeker dat die uitbarstingen echt zijn? Oh, nee. Als al die vulkanen tegelijkertijd uit zouden barsten, zou de wereld worden vernietigd. Kunnen we wel terug naar Hawaii? Nou, als mensen daar zomaar verdwijnen, dus niet. Jullie willen toch niet teruggaan? Dit hier in godsnaam ingekregen. Geef mij die telebrilles. Geen spoor van Paley te bekennen. Gaan we weer naar huis? Wacht eens even. Ik zie daar iets liggen. Het lijkt wel een bril. Kijk uit hier. Clover, mag ik je bedanken? Is alles goed beneden? Wauw, dat noem ik nog eens snel afdalen. Hij is zeker niet naar huis gegaan. Dit laat je niet achter. Kijk, een camcorder. Hey, laten we onszelf gaan filmen. Nee, doen! Misschien staat er wel iets op. Laten we het even terugspoelen. Wat was dat? Een uitbarsting. Professor Paley verdween net als Cory. Eén probleem, Alex. Als hier gisteren lava was, hoe komt het dan dat we daar helemaal niets van zien? Laat eens kijken. Alex, loop eens weg. Is dit de plaats waar hij stond? Absoluut. Zie je die spleet? Dommy, dan is het toch duidelijk, dit is een val. Cory, je leeft nog! Alex, maak dat je wegkomt voordat jullie ook te pakken krijgen. Huh? Indringer! Ah! Ik kom terug voor je, Cory! Wauw, we zitten hier midden in de vulkaan. Die enorme laser houdt de lava aan de kook. Dit is absoluut niet zomaar een gewone slapende vulkaan. Welke freak verzint nou zoiets? Dat was ik dus. Dr. Hephaestus is de naam. De wereld verwoesten is mijn faam. Sorry dat ik jullie liet schrikken. Contact maken is niet jouw sterkste kant. We doen het nog eens. Nu gelijk. Daar! Hey, daarachter aan. Auw, mijn voet! Je verpest onze vakantie! Leg dat neer, straks raakt er nog iemand gewond. Net als jij! Voorzichtig, dames. Mijn gezicht is door lava verminkt. En dat doet pijn. Deze machine kan elke vulkaan op aarde doen uitbarsten. En als de wereld bedolven is onder lava, zien jullie er net zo uit als ik. Maar jij ziet er niet zo best uit, Doc. Misschien moet je eens gaan sparen voor een plastisch chirurg. Toen ik 14 was, had ik eens een bukkel. Ik leek net een heks. Tja, maar we houden wel van je, hoor. Je plannen gaan toch niet slagen, Hephaestus. Niet zolang wij nog leven. Ja. Hmm.
Maar overleven we dit eigenlijk wel? We hangen bijna in de lava en van de hitte krijg ik gespleten haarpunten. Hitte? Misschien is mijn compounder weer droog. Jerry? Jerry? Ach, laat ook maar. Dit is Sam voor dokter Sorensen. Sam, alles goed? Nou, nogal ondersteboven, dokter. Kunt u Jerry bellen? Ik heb het nogal druk. Elke vulkaan op aarde staat op springen. We moeten iets doen. De wereld wordt straks bedolven onder lava. En dat is slecht voor je haarpunten. Alex, geef die neusklip. Te gek, cowgirl. Grijp ze. Wat voorspelbaar zeg. Splitsen! Ik wil mijn vrienden bevrijden. Die sleutel, die heb ik hier. Hey! We moeten die machine vernietigen. We moeten hem uitschakelen. Help, de lava komt steeds hoger. Hey, de voetalarm! Hey, ik ruik knoflook. Dit is heet en kruidig. Dit is zeker geen lava. Dit is spaghetti saus. Precies, dames. Hephaestus! Hephaestus bestaat niet. Jerry! En die monsters zijn Whoop-agenten. En Cory is eigenlijk... Krijg nou. Jij wilt niet de wereld vernietigen? Wat gebeurt hier? Het was allemaal maar een test. Dus alles was nep? Ja, deze nepvulkaan was ooit een indianenschuilplaats. We gebruiken het nu voor dit soort oefeningen. Je wilde ons testen! Zijn we geslaagd? Nee. Jullie waren te laat om de wereld nog te redden. Dus jullie moeten heropgeleid worden. Cory, jij wist hier dus van. Mijn naam is Maury. Niet Cory. Dus de Tawalunga is ook niet jouw favoriete dans? Sorry, we hebben je afgeluisterd. Ik kan niet eens dansen. Wat is dit, Jerry? Extra training? Oh nee, dit is echt. Fijn, we verliezen een wedstrijd. Ik val voor een nerd. En nu dit. Mensen, er zit nog een vulkaan onder. Hij gaat uitbarsten. Het weghalen van die stenen heeft geen zin meer. We zitten klem. Achteruit, dat is echte lava. Wat hebben wij weer? Kijk uit! Konden we daar maar doorheen vliegen? Dat is het. Alex, jij hebt je parachute toch weer opgeborgen? Ja, maar wat wil je daarmee doen? Een hete luchtballon maken. We moeten hem over die spleet spannen. Laat mij maar even. Oké, hou jullie goed vast! Het is gelukt dankzij jullie. Jullie zijn bijzonder vindingrijk. Moeten we nu nog naar training? Nee, niet meer. Jullie zijn geslaagd. Cool, dan gaan we nu eerst echt op vakantie. Jongens hebben wel eens twee gezichten. Maar Maury sloeg echt alles. Laten we Hawaii vergeten. We gaan nu lekker feesten.
Wat zou het thema zijn?